is de volgende tegenstander van Kick Boys in de derde divisie. De thuiswedstrijd na de 7-1 nederlaag tegen Rijnsburgse Boys. De mogelijkheid om de rug te rechten. En dat doet trainer Jan Zouwman met een aantal andere mannen in het veld. Martijn de Zwart weer op goal. Joey Ravensbergen op de linksbackpositie. Jordi Groot naar het middenveld. En dit de eerste mogelijkheid. Een goed doorgaan van Elis Routy. Kick Boys opende sterk. Deze bal van Misa Danzo. En hier moet Groot, Jordi Groot toch de 1-0 binnenschieten. Maar misschien een voorlangs. Sterke fase dus. Hier Scheveningen er voor het eerst uit met Tim Peters en de redding van Martijn de Zwart. In de goal dus weer. Het gaat ten koste van Raymond Kuipers. Max Versteen schiet tegen een Scheveninger op. En daar Sahad Dilsing, die had iets heel moois in gedachten. Maar die bal die krult de verkeerde kant op. Scheveningen staat vierde, doet het dus lekker in de derde divisie. Een ploeg die natuurlijk al die jaren, of ook een aantal jaren, topklasse al speelde. En hier is het Samoender met een schot en het is 1-0. Ricardo Samoender, linksback. In zijn vrije tijd lijkt het een free fighter, zo sterk ziet hij eruit. Niet goed weggekopt. En dus weer een achterstand voor Kick Boys. Sahad Dilsing, Ravensbergen, alle tijd om aan te leggen. Jordi Groot doet iets moois en Misa Danzo wordt gestopt door Wolfsheimer. Vorig jaar overigens werd deze wedstrijd ook gespeeld, toen op een avond in de beker. Kick Boys won ruim, onder meer door een heel mooi doelpunt van Jesse Driebergen die nu op de bank zit. En hier Wolfsheimer, hier redt de kopbal van Max Versteen. Scheveningen weer, Korendijk, een andere back, de rechtsback, grote sterk. Dit een goede redding van de Zwart, naar de inzet van Peter Jongsleger. Niet van later, vrije trap van Samoender. Ja, dat hij een schot heeft, heeft hij eerder al laten zien. Het overwicht dat Kick Boys in het begin van die eerste helft had, is een beetje gaan liggen. Hier Zwiebe met de vrije trap. Scheveningen opnieuw in de aanval. En die vliegt erin. Het is 0-2 door Samir El Moussaoui. Scheveningen kwam beter in de wedstrijd. En dus de voorsprong voor de bezoekers van trainer John Blok. Die ooit hier natuurlijk nog trainer was. Achterin aanvoerder Michael Ros, oud speler van Kick Boys. En dit Sahad Dilsing met de 1-2. Heerlijke goal, Genie Sahad Dilsing. Ja! Kick Boys terug in de wedstrijd. Worden wat wissels toegepast. Driebergen komt in het veld. Onder meer Jaap van der Plas ook. En hier Philippe Den Hartog. En die heeft de 2-2. Op zijn voeten, maar hij schiet hem naast uit de draai. Was ook niet heel makkelijk hoor. Hier Jaap van der Plas. En Driebergen. Enfin, Driebergen. Den Hartog natuurlijk neemt aan en schiet hem in de verre hoek in het zijnet. En met een kwartier te gaan is het 2-2. Ik was heel blij dat hij vorige week wissel stond. En nu weer. Vorige week niet eens in het veld. En nu dus de kans. En hier Opoku die er op zijn zacht gezegd niet heel sterk uitziet. Komen we goed weg. Driebergen, wat een goede controle. En dan net naast. Open wedstrijd waarin Kick Boys weer wat sterker werd. Maar blijft 2-2. Driebergen opnieuw. Sahad Dilsing. Jaap. Swing weer. Nou, geeft hem voor. Nee, hij doet het nog een keer. Hij denkt, weet je wat? Ik scoor gewoon nog een keer. Net niet. Wolfsheimer stopt. En dan Scheveningen.
met een goede kans. Jongsleger en De Zwart. Zwiebe en opnieuw De Zwart. Ook een wedstrijd, beide ploegen die willen winnen. En dan hier fluit de scheidsrechter voor iets onbenulligs. Die bal wordt door Zwiebe ingeslingerd. Onderkant lat, komt Quickboys goed weg? Nee, niet goed weg. Want het is Calabro met 3-2. Een vrije trap die geen vrije trap was. En Calabro viert het feestje aan de verkeerde kant van het veld. Maar met nog een paar minuten te gaan moet Quickboys dus weer een achterstand wegwerken. Kijken of dat lukt. Driebergen. Sahad Nieuwsing. En dan duwt Samoender Dennis van der Plas weg. Scheidsrechter wuift het weg. Terwijl dit toch gewoon een duw in de rug is met twee handen. Maar de scheidsrechter zegt niks aan de hand. We spelen door. El Ousrouti geeft hem op. Dennis van der Plas. En die krijgt het voor elkaar om hem over te schieten. En dus blijft het 3-2. Verliest Quickboys opnieuw. Nu van Scheveningen.